gekocht is geconstateerd in 2009. Maar vooraf ben ik in 2008 geprikt. En er kwam niks uit. Achteraf had je twee keer moeten prikken, zeiden ze. Ja, het hele jaar doorgesukkeld. Weer naar de dokter gegaan omdat het nog niet ging. En toen in 2009 in augustus weer geprikt. En toen kwam het er wel uit. En de klachten die ik heb, de concentratieproblemen, de gesprekken voeren, dat gaat moeilijk. Ja, als ik maar iets heb gedaan, meteen spierpijn. Dus ik heb eigenlijk constant spierpijn. De gewrichtspijn erbij. Gewoon het bezig zijn is lastig, een half uurtje achter elkaar. Ja, en dan is het weer helemaal op. Het naar school komen ging ook moeilijker. Op een gegeven moment heeft mijn moeder met de auto mij naar de bushalte gebracht. Ik heb momenten gehad dat ik op school kwam, de les inliep, de les uitliep, de bus weer naar huis pakte. Omdat het gewoon niet ging. De concentratie was gewoon heel slecht. En ja, toen kreeg ik met de nieuwe lesstof, haalde ik de benodigde studiepunten niet. Kreeg ik een negatief binnen het studieadvies. Toen ben ik moeten stoppen met bedrijfseconomie. Toen ik met school ben gestopt, natuurlijk weer naar de huisarts geweest. Die heeft me doorverstuurd naar het Radboud. Daar heb ik allemaal verschillende onderzoeken gehad. Hebben me uiteindelijk doorgestuurd naar het Kenniscentrum voor Chronische Vermoeidheid. Omdat het Radboud voor de rest ook niks kon betekenen. Er zijn nog veel vragen. Een echte geneesmethode is er niet. Ja, bij het Kenniscentrum het traject gevolgd. Ja, ik heb wat dingen uitgepikt, maar ja. Het is gewoon het ermee omgaan en dat is het. Ik was fanatiek voetballer. Ik doe het nu nog steeds, maar ja, het gaat gewoon allemaal lastig. Het is ook lastig met voetbal. Mensen komen kijken. Ik voetbal momenteel wel nog in het eerste. Veel mensen meestal langs de kant. En ja, die zien mij soms een goede wedstrijd voetballen. Maar ja, je hebt met de kukkels dagen dat het goed gaat en dat het minder goed gaat. Heb ik een wedstrijd gevoetbald. Ja, niet heel de wedstrijd, meestal 45 minuten of net iets meer. En dan kom ik thuis en dan ga ik op de bank zitten, daar liggen en dan kom ik heel de avond niet vanaf. En maandag kan ik dan ook nog vrij weinig doen. Ik hoop dat Q-Support mij kan helpen met uiteindelijk weer een opleiding gevolgen. Ja, wat ik daarbij denk is dat vooral mijn concentratie, een of andere methode, een hulpje, iets dat mijn concentratie omhoog gaat, is nu op dit moment heel slecht. Ja, daardoor ben ik ook moeten stoppen met de studie. Ja. Als de concentratie niet omhoog gaat, dan lukt het ook gewoon nog niet. En ik hoop dat ze daar uiteindelijk iets voor hebben. En dat ik zo weer met mijn opleiding kan beginnen. Mijn rijbewijs kan gaan halen wat ik nog niet heb. En zo toch een beetje kunnen bouwen aan de toekomst.